leuk dat ik gevraagd ben om het gedicht te mogen onthullen. Het is toch een eer, vind ik. Het is het 13e gedicht, heb ik gehoord. En ik hoop dat in dit geval juist nummer 13 heel veel geluk gaat brengen. Niet alleen voor de stad, maar zeker ook voor de bewoners van de cityflat hier allemaal ook aanwezig. Of een groot getal aanwezig. Ga ik het toch wel onthullen? Zo ja. Dan doe ik het even zo. Dat is heel mooi. Ik ben gevraagd om dat te doen omdat ik een nieuw bestuurder ben bij Sint-Josef. En het pand waarop het hierachter geplaatst is, is van Sint-Josef, dus een cityflat. Dus dat is de aanleiding waarom ik het mocht doen. Hartstikke mooi. En hoe ging de onthulling? Nou, het zat een klein beetje tegen. Het ging niet helemaal soepel. Maar aan de andere kant heeft dat ook altijd weer zijn charmes. Dus uiteindelijk hebben we allemaal het gedicht kunnen bewonderen. We willen heel graag betrokken blijven bij die muurgedichten. En dat heeft te maken met dat ik zie dat dat een stukje bijdraagt aan leefbaarheid in deze stad. Het is toch elke keer weer een verrassing. Dus het maakt de stad net weer iets leuker, net weer iets mooier. En daar dragen we graag aan bij. Ja, zeker. Wat ons betreft staan we er absoluut voor open en zeker als het op bezit van Sint-Josef is. Gert Kounaar, we hoorden bij de Bergersgroep, de dichters die rond Bergen woonden, rond Adriaan Roland Holst en meerdere schilders. Hij heeft dit gedicht, stenen gedicht, geschreven in opdracht van Amsterdam Fonds voor de Kunst voor het woongebouw Batavia aan de Panamalaan in het oostelijk havengebied van Amsterdam. En het is in baksteen vormgegeven door Kees Nieuwenhuis in 2001. En in 2002 is het in de bundel Totaal Witte Kamer van Kounaar opgenomen. Ik zal het nu voorlezen. Stenen gedicht. Ik lig als een schip op de reede van een stad die eeuwen bestaat. Ik ben vastgelegd aan een heden, maar draag een verleden naam. Ik huis hier tussen mijn muren zoals mensen binnen hun huid. Ruimte kijkt uit door mijn ramen. Ik ben voor de mensen gebouwd.